ik ben weer al herbegonnen met vloggen. Jawel, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En voor Cycle TV ziet er echt alles heel, heel, heel goed uit. Alles is heel goed aan het verlopen. Ik ben nu onderweg naar de Panos in Sint-Truiden. Voor, jawel, voor mijn maandagsbroodje. Noem dat zo. Mijn maandagsbroodje. En wat houdt mijn maandagsbroodje in? Dat is een broodje met hesp. En mayonaise. Voilà. En bij mij gaat het nog altijd niet zo goed. Ik heb deze nacht heel slecht geslapen. Het was om 4 uur. Jawel, jullie horen het goed. 4 uur in slaap geraakt. Maar, er is een maar. Als mijn schat alles goed vindt, ga ik vandaag ook nog in een lichtstraat filmen. Wat houdt dat in, een lichtstraat? Wel, die is helemaal versierd in kerstbestijl. En ik moet eerlijk toegeven, het is echt daar prachtig. Ik ga daar echt heel rustig dan zo doorrijden. En dan, ja, zien jullie ook wel de mooie beelden verschijnen. Dat staat er vandaag nog op programma. Wat er ook nog vandaag op programma staat, is de, jawel, tweemaal de Q&A. Dus ik heb zelfs een Q&A opgenomen. Die ga ik dan hier ook integraal inbouwen, in deze vlog. En dan ook nog eens een keer de nieuwe Q&A die vandaag nog wordt opgenomen. Dus hoogstwaarschijnlijk deze avond ofwel na mijn werk. Ik moet dan nog een klein beetje bezien hoe je dat gaat oplossen. Maar de Q&A gaat gewoon door. Jawel. En hoe zit het dan nu met de superfan? Jawel, die kregen nog altijd de primeur te zien van deze vlog. Dus als ik het in elkaar heb gestoken hoe het er al uitziet. Die krijgen ook nog previews als er een aparte video's nog online komen voor Discord. En wat er ook vernieuwd is, jawel, Cycle TV heeft eindelijk inkomsten van YouTube. Yeah! Laat hem kunnen omhoog voordat we het hebben gehaald. De 4000 kijkuren. Dankjewel allemaal. Zonder jullie is dat niet gelukt. En dan mag ik jullie wel echt 100%, zelfs 1000% dankbaar voor zijn. Woehoe. Voilà. We nu hier aankomen bij de Panos. Ga ik mijn broodje halen. Pak jullie gewoon mee. Nu dat ik toch al wat bekender ben. Voilà. Wat heb ik nodig? Ja, portefeuille. Dus even kijken als ik die bij heb. En dan nog een keer. Ja. Voilà, ik pak jullie mee. Mijn sleutels niet vergeten. Voilà, dan gaan jullie het horen. Hier zijn we nu de Panos binnen. En bij de Q8. Goedemorgen, ja, een broodje hesp. Ja. Klopt. Oké. Broodje hesp, zo gelijk gewoonlijk. Voilà. Tot de volgende, hè. Yo. Zo, nu kan mijn werkdag ook weer beginnen met een broodje hesp. En ook mijn werkdag natuurlijk. Maar het ziet er wel heel goed uit. Ik wil het ook zo gelijk Milan knol doen. Dat is, ja, ik begin ook met een budget van 0.
Maar ik heb nu al een budget van 700 euro aan. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga daar ook een nieuwe computer mee kopen. Dus dat stond sowieso op het programma. Dat ik met jullie weer ook kan... amai. Kan gamen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En waarom ik nu zo wat rustig ben. Ik heb nu alle tijd van de wereld. Even jullie opnieuw neerleggen. Zo, nu ben ik hier met zonder mondmasker. Ja, ik toch. Ik ben toch op voldoende afstand van iedereen. En dan instappen. En dan richting Globachem rijden. Dat ik daar nog, ja, moet gaan werken, hè. Dus, ik zal zeggen, nog veel, veel, veel plezier met de vlog. Ik ga kijken dat het toch wel een redelijke vlog gaat zijn. Ook qua minuten en al, dus... Ik zal zeggen, geniet er maar van. Pak een chipsje erbij. Pak een popcorn erbij. Pak een drankje. Ja, dan vertrekt hij hier ook in één keer. Zonder een pinker aan te doen of zo. Allee. Voilà. En nu richting Globachem. Tot straks allemaal. Hoi, kijkers. Ik ben lekker aan het eten. De voedsel van mijn ouders. Aardappelpuree met gele currysaus en appelmoes en chipolata. En dan allemaal lekker. Ja, ik ben aan het smotteren op mijn vinger. Lekker goed doorgemengd. En mensen, ja, ik ben echt stiekapot. Ik ga zoiets even een uurtje mijn oogjes nog toedoen. Dat ik ook deze nacht echt heel slecht heb geslapen. Dat heb ik... in de dingen gezegd in de vorige fragment. Ik kan nog eens een hapje nemen, zelfs is het koud. En ik ben ook een klein beetje kwaad op Bewel. Waarom? De monitrice en de baas die waren op de hoogte dat ik vandaag een telefoontje ging krijgen. Van de CCG. Dus de C van cool. Dan nog een keer een C van cool. En dan de G van goal. Ja, mocht ik bijna niet oppakken. Ja. Hoe? Ja, daar heb ik totaal geen mail van ontvangen. Dat jij vandaag een telefoontje gaat ontvangen. En dat jij mocht bellen tijdens de werkuur. Ja, maar het is wel rechtgezet. Dan, wat heb ik vandaag ook gedaan op mijn werk? Echt heel veel ontstikkering gedaan. En dan ook de bussen doorstoten op de andere band. Omdat van dat er te veel bussen op ene band stonden, dat die ene band ook niet meer vooruit ging. Dat het te zwaar was wat erop stond. En ik heb ook vandaag gebabbeld, dus met de CCG. Waaronder ook het probleem van, ik weet wel, hieronder. En ja, er gaat een gesprek komen. 23 februari. 23 februari heb ik een gesprek... met dan de CCG uit. Ik ben echt moe. En dan ga ik zelfs ook nog naar Bea toe. En dan na Bea ga ik wel sowieso ook nog de Q&A in elkaar steken. Daar kan ik niet onderuit. Ik ga die ook doen. Ik heb dat ook gezegd. Dus... mijn allereerste vlog wat terug heropgestart wordt met ook met een Q&A. Dan weten jullie dat. En ik heb vandaag ook een kerstkaartje gekregen van, jawel, jullie zien het. Schoon, hè?
En dan ook nog eens een mooie kerstkaartje van, jawel, Open Thuis. We wensen je een vrolijk einde en goed begin en jaar volkomen naar je zin. Namens alle medewerkers van Open Thuis. En dan heb ik hier nog, dus hier staat ook nog iets op. Dat wensen wij je het hele jaar door. Fijne feestdagen en een gezond 2021. Dat warme kerstgevoel. Dat wensen wij je de hele jaar door. Zo moest dat zijn. Oké. Voor de rest ga ik jullie nu laten. En ga ik eens even rusten. Tot ziens allemaal. Yo. Hallo allemaal en welkom weer op een Q&A. Er zijn niet zoveel vragen ingesteld vandaag, dus maar vergeet al sowieso al geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren en vergeet ook niet op het belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream is, want de laatste tijd stream ik toch wel redelijk veel. Bij deze. Ik ben nu naar de Discord gegaan. Er zijn niet zo echt veel vragen op Discord. Dus ben je gelukkig? Vraagt de Danny van Hamel. Ja, ik ben gelukkig. Danny van Hamel, wie zijn die Polen op uw Discord? Dat weet ik niet. Wat zou je graag nog realiseren? Realiseren met Psycho TV. Nu je aan het groeien bent. Ah wel. Ik zal daar eens een kleine uitleg voor geven. Dat is gewoon... ik wil echt terug gaan ook beginnen te gamen, maar dan moet ik wel een deftige game PC hebben en daar ben ik nu wel heel zwaar ook voor aan het sparen. Daarna, waar ik ook nog wil realiseren is dus bowling vlogs, pretpark vlogs, zwem vlogs, magneetvissen vlogs, noem maar op. Redelijk wat uitgebreide items wil ik allemaal gaan doen, ook met Psycho TV. Ik heb nog heel mooie ideeën. Maar het is zo ontzettend moeilijk om in deze tijden, by the way, school, want het blijft hem vol. In deze moeilijke tijden is het ook heel moeilijk aan content te vinden. Dus dat is het probleem. Ik wil ook hele leuke vlogs afleveren. Echt hele leuke vlogs voor jullie allemaal. Echt waar, voor jullie. En ja, en als alles zo wat toe is, ja, dan is het ook wel heel moeilijk om gaan te filmen. Maar jullie geven ook wel heel goede ideeën op Discord. Daar gaan we ook kijken, misschien vandaag of wel morgen. Kijk, daar is een overleg doen met Bea. Wat we juist kunnen doen. Wat we juist allemaal tijdens de weekenden kunnen doen. Misschien een weekendvlog dat er misschien zit aan te komen. Wie weet. Maar echt, ik wil gaan gamen ook met Psycho TV. Maar dan zijn er ook nog vragen gekomen op, natuurlijk op YouTube. Mededeling voor morgen en over de vlogs. Daar zijn in totaal 4 reacties op gekomen. Ik wist dat er reacties daarop gingen komen. En die wil ik ook integraal voor jullie gaan beantwoorden. Ik heb die gevoel dat Bea u tegenhoudt. Bea houdt mij niet tegen. Bea zegt, je moet elke dag gewoon je eigen hobby verder blijven doen, verder blijven zetten. En dan kom je er wel. Dat is ook wel waar. Ik blijf mijn hobby gewoon verder zetten. Dat is gewoon vloggen. En mooie video's voor jullie proberen, ik zeg proberen, af te leveren aan jullie. Dat jullie daar ook weer al mooi kunnen voor gaan neerzetten. Mooie dingen kunnen gaan meemaken. Noem maar op. Dus banaanbol. Dus wanneer de corona gedaan is, gaat jij nooit meer een autovlog maken. En dan gaat jij elke dag zwemmen of wat? Nee, ik ga niet elke dag zwemmen. Ik wil ook naar waterparken en zo allemaal gaan. En daar wil ik ook dan beelden van maken. Stop met deze waanideeën, man. 3 jaar lang slechte vlogs tot nu corona en dan zit je te janken dat uw vlogs niet meer goed kunnen zijn door corona. Ongelofelijk, man, ik weet het.
Het dan echt een 7 man. Al uw fans kijken uw vlogs altijd graag. De enige reden waarom jij dit los in uw kop gekregen is, omdat Lion King Solutions u dat verteld heeft. Waarschijnlijk gaat hij geen deal lees afzet computer fixen, omdat je constant autovlogs doet. Je luistert dus nooit naar uw fans. Op Discord werden non-stop goede ideeën naar boven gehaald. Dat moet ik wel jullie gelijk geven. Daar worden echt non-stop goede ideeën boven gehaald voor te kunnen doen. Maar mijn opperhoofd Dimitri doet wat hij wil. Ja, ik moet ergens ook op mij een rem aantrekken. En dan komt dat wat allemaal wel goed. Je kunt tot 22 uur filmen. Je hebt dus absoluut geen enkele reden om niet thuis bij u te filmen. Oh, maar ja, als jij 24/7 rondrijdt om non-stop naar Bea te gaan, vervolgens naar Moeke om nog eens Caronne te geven, daarna naar de mama van Bea, daarna naar Antwerpen om Ribby een kaartje te geven enzovoort, snap ik wel dat je geen tijd hebt. Laat staan de kost van de benzine. Je rijdt op 1 maand €350 aan NAFTA. Ongelooflijk eigenlijk. En maar zagen dat je geen geld hebt. Ik ga daar... Ja, dat is ook alweer wel waar dat ik... Ja, ik zag er een klein beetje heel veel om. Ik ga dat al eerlijk toegeven. Ik zag er echt heel veel om. Ja, waarschijnlijk gaat dit toch niet lezen. Of vliegt het langs één oor erin en langs de andere oor eruit. Ik denk het nu niet, Banaan, want ik ben het toch helemaal integraal jouw tekst aan het lezen. Succes met uw dode channel. Je hebt officieel trouwe uw echte fans, disco fans, laten stikken. Alles komt door Bea. Dat is niet waar, niet alles komt door Bea. Succes met uw 3500 neppe Turkse subscribers. Psycho TV is gedaan. Nee, Psycho TV gaat nu pas beginnen. Ik ga terug hard knokken. Psycho TV is een comeback bezig. Echt waar. Ik ga terug een comeback doen. En echt waar, het gaat echt ook heel leuk worden. Welke game speel jullie PlayStation 4? Ik heb hier geen PlayStation 4. Ik heb hier een PlayStation 1, een PlayStation 2, een Sega, een Wii. En daar is het. Ja. Dus PlayStation 2, PlayStation 2 spelletjes. De Wii spelletjes, de PC spelletjes, de Sega 16-bit spelletjes en de PlayStation 1 spelletjes. Oké. Dan, zijn er nog reacties gekomen op mijn livestreams? Dus even kijken. Nee, livestream 3 niet, livestream 2 ook niet. Dan alles duidelijk te maken. Oké. Omme en Justin. Has the best. Oké, op 10:43. Dat is er niet. Upload je kapotte bestanden van je gsm op YouTube. En je kan via YouTube zelf rippen waar je video beschrijft staat eronder downloaden. Als je die gerit hebt, is het normaal je bestand hersteld. Probeer het maar. Wel, first last, dat ga ik sowieso meenemen als mijn vlogs het niet meer doen. Dan vlogbreak, stel je vragen maar. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Live tot bij Bea. Zijn ook 0 reacties op gekomen. Hallo. Vlog morgen pas online is er eentje. Chef Weygaard, spijtig. Ik weet het. Dan over mijn gevoelens praten, vlog 1029, dit is vlog 1030. Leuke vlog, ik heb gelijk, mooie timeslaps. Misschien eens een boswandeling doen, daar kan je ook nog praten. Dat is ook alweer waar, half hand, dat gaan we ook zeker doen. Toortje van Langenhoven. Dimitri, je kan altijd buiten naar het toilet. Moet je gewoon wc-rollen kopen. Als je, en je was, kan je doen in een wasserette. Hoop dat je hiermee geholpen hebt. Je gaat echt heel wat kosten uitsparen, zo misschien. Misschien wel een Opel Sierra kopen dan. Dat slaapt wel gemakkelijker, denk je wel. Nonop. Tristan Wendt is lekker. Ja, oké. Van mijn thuis tot bij mijn schatje livestream. Nee, daar zijn ook geen reacties op gekomen.
3 timeslaps op weg naar mijn oude wijkplek toen, lang geleden. En dan 1 zwaai, hoi. Hoi. Dan de Q&A en, ja, van de vlog 1027. Benny Vermager. Uw server gaat aardig leeglopen als iedereen weg moet die niet overweg kan met Dragon. Liam, doe de intro van die raket is leuker. Oké, die ga ik dan er terug ingooien. Benny Vermager. Dragon is uw server aan het vernietigen. Oké. Okay. Dan een korte livestream. Eens even kijken als daar reacties in ontkomen. Ja, 4 reacties. Halfhand. Dimi, wanneer ga je nog eens in een tv-programma meedoen? Dan kan je misschien eindelijk een bv worden. Als de opnames terugstarten, dan ga ik daar ook zeker wijk ook van maken. Heel goed idee, Halfhand. Danny van Amel. Wat een taalgebruik. Pure schande. Sorry. We crafters, we build. Ik vind het niet leuk dat Bea zo uitvliegt. Ook het taalgebruik zit niet mee. Wat een schande. Bea is niet altijd zo. Ik ga dat eerlijk toegeven. Bea is een schat van een meid. En die houdt mij ook op het rechte pad. Hun zal ik. Bea moet niet zo kinderachtig doen. Dat zijn allemaal hele slechte commentaren richting Bea toe. Wat ik dus totaal niet wil. Vlog 1026. Daar zijn 2 reacties op gekomen. Eigenlijk 3. First Last, fijn gedaan. En dan DJ Paul, hele mooie vlog. En dan Chef Weigers, staat nog maar 1 minuut online. Hoe kan jij weten dan al? Dat is ook wel een goeie. Maar ik krijg hier nu afronden, dan kan ik nu nog rustig gaan mijn chocomankske leeg drinken. En dan vertrekken naar mijn wijk toe. Gaan we nog eens een thuislesje doen? Ja, natuurlijk. We gaan nog eens een thuislesje doen van hier tot aan mijn wijk. Tot straks allemaal en geniet van de thuislab. Joe! Hallo allemaal en welkom nog een keer op een nieuwe QQQ&A, maar het is een speciale Q&A. Ik ben ontzettend moe. Ik heb mij gezien heraangedaan. Ik ga zelfs ook naar Bea toe, naar mijn schatje natuurlijk. Dus ik ga eens even kijken, stel je vragen maar livestream, daar zijn 0 reacties op gekomen. Op de livestreams kun je ook altijd reageren achteraf. Doe dat ook, want die reacties, die lees ik na op de Q&A. Dan had ik hier nog een livestream tot mijn thuis, 15/30 minuten livestream. Tijd voor een streamieke, dat niet in auto is. Zijn jullie terug samen? Ja. We zijn nooit uit geweest. Wij doen het gewoon. Wij bouwen het gewoon heel rustig aan op. Ik luister naar Bea toe. Bea luistert ook naar mij toe. Ik luister ook naar Bea, haar gevoel. Wat ik vroeger dus niet deed. Ze kon ook nooit haar gevoel aan mij uiten. Dus bij deze. Dan op weg naar Moeke. Daar is 0 reacties. Kleine livestream. 0 reacties. Van mijn thuis naar mijn naar het werk. Oeh, 3 reacties. Betekent dit dat je met andere meisjes gaat vogelen, Dimi, als je een break neemt met Bea? Emails pro viewbot. Nee. Ik ga dus niet met andere meisjes ja. Ik weet wel wat doen. Ik ben ontzettend moe. Oh. En ik heb het al uitgelegd op mijn gsm hoe dat het komt dat ik zo moe ben. 5 liter bussen, man, heb ik vandaag. En dan horen we s namiddags dat die dat er nog iets ontbreekt op de bussen. En dan is een kleine stickertje. En dan moest heel die palet terug hergedaan worden. Oh, het was niet leuk. Het was even niet leuk. Daar ben ik echt stiek kapot van. We hebben echt doorgewerkt. Dimi, stop eens met zo op te trekken. Weet je wel niet hoeveel naf je daarmee verspilt? Ja, ik weet dat. En mijn excuses ervoor. Ja. Dat ik zo hard optrek in mijn auto. Sorry. Dan met dit al. Mededeling voor morgen en over vlogs. Oké.
Bananabol. Dus wanneer de corona gedaan is, gaat jij nooit meer een autovlog maken. En dan gaat jij elke dag zwemmen of wat? Nee, ik wil dan echt leukere content maken. Bij bepaalde dingen, openingen aanwezig zijn. Informatie geven van wat er ook nieuw is in 2021. Daar wil ik ook nog binnenkort op komen. Want ik wil het thema pretparken gaan aanhalen. Wat er allemaal nieuw is in 2021. Maar daar kom ik misschien ook zelfs nog op terug. Misschien kan ik dat zelfs al doen. Wacht hè. Ik ben het aan het zoeken. En even aan het zoeken, hè, mensen. Dan wil ik dat jullie ook al een klein beetje even mededelen. Oké. Ja, dat gaan we toch doen. Omwille van, ik heb toch niks anders er op het programma staan. Van vragen en dat ik moet beantwoorden. Oké. Plopsaland te pannen gaat in 2021 een extreme spinning coaster openen. Plopsaland te pannen opent haar grootste achtbaan. Ik ga u één ding zeggen. Deze, wat ik dus voorlees, is het op teamparkfreaks.eu. Ik zal de URL hier onderaan ook in de beschrijving zetten. Ik heb het alleen maar gegoogeld en ik ben op hun website dan terechtgekomen. Dus Plopsaland te pannen opent haar grootste achtbaan. Deze achtbaan is van het type Extreme Spinning Coaster. Gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. De achtbaan zal voor een groot deel boven de vijver van het park gebouwd worden. Naast 5 inversies en 2 lanceringen zal de achtbaan ook dreigende karretjes bevatten. Dan, Walibi Belgium gaat een mega coaster openen. Ik ben eens iets aan het proberen. Dus even aan het laden bij mij. Oh, oké. Ja, ik ben even aan het doornemen. Ik ga jullie ook zelfs de first testride ook laten zien. Nee, ik ga die dan in de beschrijving zetten. Dus ik ga het even overlopen. Dus in Walibi Belgium komt er dus een nieuwe megacoaster die geopend wordt in 2021. Walibi Belgium opent de snelste en de hoogste achtbaan van de Benelux. Deze is van het type megacoaster en zal gebouwd worden door Intamin. Amusement Rides. Deze nieuwigheid wordt gebouwd op een nieuw stuk grond dat voorheen nog niet bij het park betrokken was. Dus ik ga sowieso zeggen, de hoogte is 50 meter, lengte 1,2 kilometer lang. Oho. Duur van de rit 90 seconden, maximum verticale hoek van 80 graden. Oho. Daar wil ik wel eens gaan inzetten. Als het dus open gaat, ga ik ook wel natuurlijk proberen nog een keer naar pretparken te gaan om leuke onrides voor jullie ook te maken. En ook natuurlijk mijn dagelijkse leven vloggen, ook in het pretpark, hoe ik mij ook amuseer en al. Maar dat is allemaal ook voor jullie leuke vlogs nu te geven. Want Psycho TV is nu echt effectief begonnen, echt... Ik wil er echt nu voor gaan. Ik heb nu terug eindelijk inkomsten op mijn kanaal. Ik had dat vroeger ook, maar dan zijn er nieuwe regels in het YouTube wereld gekomen. Waardoor dat ik niet aan de voldoende eisen had. Zo gelijk 1000 abonnees en 4000
kijkuren. Oké, we gaan dan over naar Duitsland. In Movie Park Germany, een multi-dimension coaster. Movie Park Germany bouwt in voormalige Ice Age Hall een compleet nieuw achtbaan van Intamin Amusement Rides. De achtbaan is van het type multi-dimension coaster, waarbij tijdens de rit gebruik wordt gemaakt van speciale effecten en draaiplateaus. De achtbaan zal eveneens 2 lanceringen krijgen. De lengte van de achtbaan zal bevatten 532 meter en de snelheid zal 60 km per uur bevatten. Oké. Een Arlipniswelt zelfbanenteil opent 2 nieuwe achtbanen. De eerste wordt van het type Kiddie Racer, een echte kinderachtbaan gebouwd door Cashlower. De tweede achtbaan wordt een rollerbalcoaster gebouwd door Ride Energies Zwitserland. Deze zal in totaal 88 meter lang zijn, hoogte van 21 meter en een ritduur van 1 minuut en 30 seconden. Een capaciteit van 3600 personen per uur. De Kiddie Coaster Fighten, naam onbekend, fabrikant Cashlower, lengte 23 meter en een hoogte van 1,80 meter. Ravensburger Spieland opent met Gravity Track haar eerste achtbaan, welke meteen zeer speciaal zal worden. Deze wordt van een nieuwe type dat SBF Visa Group op de markt bracht, waarbij een deel van het treintje zo gebouwd is dat er koprollen gemaakt worden. Feiten achtbaan attractienaam is Gravity Tracks, type Big Air Coaster, fabrikant SPF, Visa Groups en trein. 1 exemplaar met plaats voor 14 personen. Dan gaan we door naar Frankrijk. Naar Babyland Amiland. Babyland Amiland vervangt haar Schwarzkopf achtbaan Jet, die ooit opgebouwd werd in het park. Maar door de dure renovatie werd deze nooit geopend. De nieuwe achtbaan zal van het type Mine Train worden. En al is het nog niet zeker dat die door de coronacrisis al in 2021 zal openen. Dan gaan we door naar La Mer de Sable. Opent met een jaar uitstel haar achtbaan Silver Mountain. Dit is een family coaster gebouwd door Vekoma. De achtbaan werd tweedehands aangekocht bij het gesloten Zuid-Afrikaanse pretpark Ratagang. Yuncheon. Feiten, naam Silver Mountain, fabrikant Vekoma, een lengte van 335 meter en een hoogte van 13 meter. Snelheid van 45,9 km per uur. Duur van de rit 1 minuut lang. Terrein 1 exemplaar met plaats voor 16 personen. Dan gaan we door naar Nicololand. Die bouwen een watercoaster. Nicololand zal een nieuwe watercoaster openen, gebouwd door McRide. Deze achtbaan zal terug te vinden zijn op de oude locatie van Reuzenrad, naast de achtbaan Alfana of Blitz. Dan gaan we door naar Parc de Bacchus. Die bouwt een Suspended Family Coaster. Parc de Bacchus opent in haar dinosaurusgebied een nieuwe achtbaan. Deze wordt opgebouwd door Vekoma en is van type Suspended Family Coaster. Deze krijgt dezelfde layout als Orkanen en Farup Summerland. Dan gaan we door naar Park Attractions Marcelina Blake Achtbaan.
Dit Franse paar kocht de achtbaan Tornado over van M&D's, Scotland's Theme Park. Deze achtbaan werd gebouwd in 1998 door de Italiaanse fabrikant Pininfarina als grootste mobiele achtbaan die de fabrikant vervolgens ontbouwde. De achtbaan is 24 meter hoog en haalt tijdens de rit een snelheid van 72 km per uur. Het meest indrukwekkende zijn de twee loopings in het parcours. Origineel werd de achtbaan zelf gebouwd met nog een kurkentrekker op het einde, maar deze werd in 2006 vervangen door zwaar overhellende bocht. En mijn wekker gaat. Dan gaan we toe naar Praloop. De Franse recreator Praloop bouwt een nieuwe weekend alpine coaster. Feiten, naam Praloops, fabrikant Wigand. Totale lengte van 1143 meter lang. Lengte opwaarts lift hill 343 meter. Lengte afdaling 800 meter. De overbruggen hoogteverschil 115 meter. Snelheid 40 km per uur. Vulcania Namazu. Het Franse park Vulcana zal met Namazu haar eerste achtbaan openen. Deze achtbaan wordt gebouwd door Intamin Amusement Rides. Tijdens de rit wordt je tweemaal gelanceerd DMV en door middel van een bandenlancering en zal je een vrije val ervaren. Feiten, namen Namazu, fabrikant Intamin Amusement Rides, diepe multi-dimension coaster, lengte van 584 meter en een hoogte van 16 meter. Treinen 2 exemplaren met plaats voor 12 personen. De capaciteit van 654 personen per uur. Specialementen en bandenlancering. Boost en een verticale drop van 5 meter hoog. Dan gaan we door naar Italië. Parco Lido. Na enkele jaren zonder achtbaan bouwt dit Italiaans park opnieuw een achtbaan. Deze is van de type Cyclone. Het lijkt erop dat de achtbaan afkomstig is van het nabijgelegen pretpark Fantasialand. Dat deze baan sloot in 2017. Dan gaan we toe naar Macedonië. We gaan dan naar Luna Park. Dit pretpark wordt een vernieuwde versie van een gelijknamige park dat dezelfde locatie terug te vinden was. Het park zal 27 attracties tellen, waaronder een achtbaan. Meer informatie is er over de baan momenteel nog niet te vinden. Dan gaan we door naar Oekraïne, Ocean Mall. Een indoor park gelegen in het Ocean Mall zal openen met een achtbaan. Deze achtbaan wordt geleverd door Vekoma en is van het type Family Coaster. Feiten, fabrikant Vekoma type Family Coaster en een lengte van 247 meter. Dan gaan we door naar Oostenrijk. De Familienlebnis Drachental. Het nieuwe pretpark Familienlebnis Drachental in de Oostenrijkse gemeente Wiltschinau opent met als hoofdattractie een Wigen Alpine Coaster. Deze is in totaal van 1980 meter lang. Dat is wel redelijk. Mooi. En dan ben ik eens aan het kijken. Ja, we gaan ook eens even naar onze buurland nog. Ik ga het dus even gewoon heel snel nog overlopen. Werd uitgesteld. Dus als je meer informatie wilt over de nieuwkomers van achtbanen en dergelijke, dan moeten jullie surfen naar teamparkfreaks.eu. En dan eens even kijken, ik ben nu naar hun hoofdpagina aan het gaan.
Die nieuwsfeestjes zijn blijkbaar al redelijk lang al gedeeld geweest. Dus dan klik je op Team Park, dus opnieuw. En dan opnieuw 2021 en dan nieuw achtbanen EU. En dan kun je dat allemaal terugvinden. Dus ik hoop dat jullie daar al zo wat van hebben genoten. Zo kan ik bijvoorbeeld ook eens doen, bijvoorbeeld games top 10. Games top 10 samengesteld door Coolblue. Blijkbaar op de eerste plaats Cyberpunk 2077 Day 1 Edition, PlayStation 4 en de PlayStation 5. Tweede plaats is voor FIFA 21 voor de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Daarna volgt Mario Kart 8 Deluxe Switch op de derde plaats. Op de vierde plaats Marvel Spider-Man Miles Morales, PlayStation 4. En dan gaan we door op de vijfde plaats Animal Crossing New Horizons voor op de Nintendo Switch. En dan hebben we ook weer al op de zesde plaats Cyberpunk 2077 Day 1 Edition voor de PC. Zevende plaats is voor de FIFA 21 Legalisatie Edition Nintendo Switch. Achtste plaats is Ring Fit Adventure Switch plus Ring Gun. Dan op de negende plaats Super Mario Party Switch. En op de tiende plaats New Super Mario Bros. U Deluxe Switch. Bij deze, voilà, dat was de Games Top 10 van Coolblue. Dan kunnen we, ben ik ook nog zo aan het kijken, als er ergens bijvoorbeeld op Nightlife of zo is. Maar ik ga jullie laten, want ik word opgebeld door mijn schatje. Dus ik ga dan ook stilletjes ervan vertrekken naar mijn schat toe. Dus ik zie jullie, oh ik heb dus echt jeuk hè. Ik zie dus jullie allemaal straks terug. Dus ja. Maar bij deze rond ik dit al af. Salut en tot de volgende. Zo mensen, jawel, nu zijn jullie ook alweer al wat wijzer geworden wat er allemaal gaat komen, hè. Bij onze buurlanden en dergelijke van rollercoasters. Oh man, hoe kom ik daar toch weer al op, hè. Dat is te doen. Dat is ook eens leuk. Ik lees het wel eens iets heel graag, is dus leuk. Moet ik eens jouw website eens iets leuks eens, voorlezen of zo? Laat het weten. In de comments hieronder. Ik ga nu mijn jas aandoen. Dan ga ik ook stilkens af aan vertrekken richting mijn schatje Bea. Ja, er zijn redelijk veel vragen rond hoe zit dat nu juist met die break en al. Het gaat redelijk goed nu tussen ons en ik wil dat ook zo houden. Er komt echt, maar ook echt niemand meer daarin tussen. Ik moet nog gauw iets doen. Waar ik ook nog aan denk, boef, ik ga uw tekening ophangen. Kijk eens hier, pak duct tape. Oh ja, ik ben het niet vergeten. Maar ik ga jullie even weer al moeten laten, want mijn schatje hier belt. Hier ben ik terug. Ja, boef, ik ben jou dus niet vergeten. Dus even na het gesprek van mijn schat. Kijk eens hier. Tadaa! Wauw! Heel mooi, hè? Het is echt heel mooi uitgekomen uit mijn printer. Moet ik eerlijk toegeven. En die krijgt dus dan een plekje hier van boven. Maar ik ga jullie sowieso even nog meenemen. Mijn schatje moet maar even wachten. Mijn schat moet het maar weten wat ik allemaal nu zeg. Ah ja, Dimitri, oppassen. Mijn schatje kan ook nog mijn vlogs. Oei. Dus ik ga jullie even en dan neerzetten. Sluit ik weer al een fragment af, wat eigenlijk niet de bedoeling is.
Dus dan zien jullie ook dat ik Boef ga ophangen. Ja, Boef niet. Boef zijn tekening ga ophangen. Wat een primeur hier in Psycho TV. Vinden jullie dit leuker van vlogs? Laat het ook weten in de comments. Ik ben dus eigenlijk eens redelijk eens benieuwd. Kijk eens, Boef. Als jullie ook nog tekeningen hebben, die mogen jullie ook altijd mailen naar info@psychotv.be. Denk eraan, einde deze maand sluit je e-mail wel. Dan gaat het naar redactie@psychotv.be. Dus ik ga het nu even ophangen. Zo. Oei oei. Ik zie ook nog iets. Een broekzak af. Tadaa! Alsjeblieft. Daar hangt jouw tekening. Voilà. Ik ga nu wel vertrekken richting mijn schatje toe. Ja, die wou dus continu ook aan de lijn blijven bij mij. Terwijl dat ik naar haar ga. Oké, mijn probleem is, ik ga haar toch niet horen in de auto. Want er is te veel lawaai dan rondom die micro van mijn gsm. Allee, salut. Ik kan laten voor jullie tuinslepjes maken. Ja, dat ga ik nu doen. Dus ik ga een mooie tuinslepje maken richting haar toe. Ah ja, en ik ging ook naar die straat die verlicht is. Dat ga ik ook nog doen, dat staat ook nog op programma. Ja. Oh, dat gaat ook leuk worden vandaag. Dus ik zal zeggen, geniet nog altijd van de vlog, want het is echt een mega vlog aan het worden. De allereerste terug. Ik wil echt een serieuze comeback doen op mijn vlogs tegenover echt vroeger. Echt waar. Ik wil er echt voor gaan nu. Kabam! Psycho TV staat terug. Recht. Ik ga alles, maar ook echt alles doen voor jullie content te houden. Voor jullie echt het plezierigste vlogs te geven en al. Maar nu moet ik wel jullie laten, of anders kan ik geen timeslash maken. Tot straks. Joe! Zo mensen, ik ben aangekomen bij mijn lieve schatje van de ganse wereld. Jawel, ik ben terug toffe vlogs aan het maken. Ik voel het, echt waar. Ik wil ervoor gaan. Allemaal voor jullie plezier te doen. Joepie. Ja, het gaat redelijk goed bij mij. Oh, hier is een auto. Dankjewel. Ja, die notte was mij dus aan het passeren. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ben nu aangekomen bij mijn lieve schatje Bea. Hallo kijkers. En welkom nog op een deel van mijn vlog. Het laatste stuk. Ik ga sowieso al één ding zeggen. Ik heb Bea ook ontvoerd. Laat u mijn handje maar eens zien. Maar ze is echt ontzettend moe. Maar zo wel het ook het bezien van dat in Steevoort. Dus we zijn nu richting Steevoort aan het rijden. Naar die ene straat waar ik heb gevonden wat echt ook heel mooi verlicht is. Allee, ik zie jullie allemaal straks weer terug. Thank you.
Thank you.
gelukkige, bruisende, vriendschappelijke, vredige, vreugdevolle straat ben ik hier, was ik hier aanbeland. Hopelijk hebben jullie genoten van deze mooie kerstsfeer van ja, de straten die echt heel mooi verlicht zijn. Hebben jullie zelf ook nog een straat of weten jullie ook nog een straat die ook vol kerstmissfeer is of kerstlichtjes hangen of echt heel mooie kerst, noem maar op. Ja, kerst, ja, dat ik net de kerst naar jullie kan brengen. Dat wil ik. En dat is mij ook aan het lukken. Zie dus hoe mooi dat deze straat was verlicht. Allemaal voor jullie gaan komen filmen. Dus ik sluit hier ook af de vlog. Heel veel bedankt om te kijken naar deze echt terug. Een mooie welcome back vlog noem ik dit. Direct al met een Q&A. Met pretparken nieuws. En direct ook met sfeerbeelden van kerstmis. Wat moeten jullie nog meer hebben in een vlog? Ah wel, en dan nog allemaal klaargekregen na mijn werk. Ik ben nu stiekepot. Ik ga nu terug richting naar mijn thuis toe. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog zit aan te komen. Of een nieuwe livestream. Of een nieuwe video. Gewone video of zo. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Dus tot morgen allemaal. Yo.